Ik heb afgelopen maand zeker niet stilgezeten. Zo, we zijn er terug en zoals je kan zien ben ik echt zeik en zeik nat. Het nieuwe Nidorp hier aan het startpunt Lisa M. Hoi, en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is alweer even geleden dat ik een video online heb gezet. Volgens mij alweer bijna een maand. Of althans, februari is niet volledig geteld als een maand, want het komt een paar dagen te kort natuurlijk. Maar de laatste video is online gekomen op dinsdag 14 februari, volgens mij. Uit mijn hoofd. Ik zal jullie even bijpraten in deze video. Want ik heb afgelopen maand zeker niet stilgezeten. Ik ben op skivakantie geweest, dus Indu heeft een week stilgestaan. Die heeft gewoon lekker even een week vakantie gehad en ik ben hem nou natuurlijk gewoon volop aan het oppakken. Omdat we volgende week ons eerste officiële eventenwedstrijd hebben. 19 maart is afgegaan. We rijden daarmee in de klasse L en daarvoor zijn we nu natuurlijk nog even lekker aan het trainen. Even de conditie optimaal maken. We gaan komende zaterdag nog een keer naar een crossterrein om even wat hindernissen te springen. We hebben wel al we hebben een oefencross gereden en een crossles gehad. En we zijn al een keer eerder naar een crosstrein geweest. Maar ik heb het idee dat we toch beter gaan met wie lief. Hé? Nu knuffels geven. we zijn natuurlijk dus al wel een paar keer weg geweest. Maar ik heb het idee dat we voor de zekerheid toch nog even één keer wat crosshindernissen kunnen gaan springen. Beter bij twijfel gewoon even doen. Want wat nou als we in Alphagaam dadelijk wel het beter wel hadden kunnen doen. En er wel profijt van hebben kunnen... er wel profijt van kunnen hebben, dan kunnen we beter gewoon even een keertje gaan. Het hoeft geen hele pittige crosstraining te worden. Het wordt gewoon een crosstraining waar we gewoon even nog wat hindernissen en wat lijntjes kunnen springen. Vandaag ga ik ook weer lekker rijden. Hij is gisteren vrij geweest. We hebben afgelopen zondag een conditietraining gehad hier op de wei. Dus de dag erna heb ik hem even kort gelongeerd aan het halster. En gisteren was hij dus vrij. En vandaag pak ik hem weer lekker op om te gaan dressuren. Afgelopen maand heb ik dus ook verder trouwens niet heel veel gefilmd. Omdat net voor mijn vakantie is mijn oma helaas overleden. Dus er kwam eigenlijk een hele hoop dingen tussendoor. En ik dacht, weet je, ik ga ook op vakantie, op de skivakantie, even niks filmen. Leek me leuk om jullie een dag mee te nemen als ik op vakantie was. Maar mijn hoofd stond er even niet naar. Het was even vakantie om mijn hoofd er even leeg te maken. Alles weer even op een rijtje te zetten. Ik ga namelijk nou ook mijn examens in met school. Ik zit nu in mijn laatste stukje van de opleiding eigenlijk. Ik word als schuurpaal gebruikt ondertussen. Wat is er? Dus het was heel even fijn om op vakantie heel even ergens anders aan te denken. En gewoon even gewoon lekker je hoofd leeg te maken. Ik ga al wel vaker op skivakantie. Vroeger heel veel geweest. Afgelopen jaar voor het eerst weer na een hele lange tijd. En ook dus afgelopen maand weer lekker weg geweest naar Oostenrijk. Het was echt super lekker weer. De eerste paar dagen. Alleen de laatste twee dagen was het echt ontzettend koud. Bovenin de berg was het daar gewoon min 11. Het was super mistig. En dus echt ontzettend koud. Maar wel echt heerlijk kunnen skiën. Dus dat is super fijn. Even kijken, wat moet ik jullie nog meer vertellen? Dit weekend is Indo-Brabant. En ik ga gezellig als bezoeker. Donderdagavond ga ik samen met Elise. Ik kreeg vandaag een berichtje van dat ze kaart had gewonnen. En ze vroeg of ik mee wilde. Dus donderdagavond ga ik alvast daarheen. En zaterdagavond ga ik samen met mijn ouders. En dan gaan we naar de derby kijken. Dus dat is ook super leuk. Ik neem jullie vandaag in ieder geval even mee in de training. En dan... zien jullie ook wellicht wat wilde van Indo-Brabant en wat ik nog meer deze week ga doen. Het is even afhankelijk van wat en waar ik naartoe moet. En wie weet neem ik jullie gezellig even mee. Ik moet ondertussen even mijn cap op doen. Maar wat ik jullie daar ook nog even bij ga vertellen is wat eigenlijk de plannen zijn voor de komende paar weken. Ik heb namelijk nog 4 weken stage. En die stage ga ik weer doen in Limburg, waar ik ook 10 weken ben geweest vorig jaar. En
Zo, ik praat wat makkelijker. En dan ga ik dus weer 4 weken terug naar Limburg, waar we dus tegelijkertijd ook kunnen gaan trainen. Vanuit daar rijd ik 1 eventwedstrijd in Kronenberg. Want het is daar super dichtbij, dat is 20 minuutjes rijden, dus dat is echt heel chill. Ik ga dan nog een keer op dressuurwedstrijd. En voor de rest heb ik nog wat andere plannen gemaakt met een tas. Maar goed, ik ga eerst even rijden en dan praat ik jullie daarna even bij over de rest van de plannen. Maar ik heb het idee dat dit jaar echt gewoon een heel leuk jaar gaat worden met van allerlei dingen op de planning. En dan, ik heb er gewoon zin in. Alleen dan moet het even mooi weer worden, want het heeft vandaag echt gesneeuwd toen ik op school zat. En toen er sneeuw was, dacht ik echt, ga je echt niet menen. Maar gelukkig is de sneeuw hier nou allemaal weer weg, dus ik kan wel rijden. Dus dat gaan we lekker even doen. Hij zet even zijn hoofdcel of zijn hoofd af te krabben. Niet zeggen. Hij was in het begin echt mega, mega fris. Hij schrok overal van. Het is echt een typisch trekje van Indu. Die meent dan altijd dat hij heel veel dingen heel eng vindt. Ik ben nou ook toevallig gisteren begonnen met het voeren van magnesium. Daar kan ik nou natuurlijk nog niks van merken. Maar het kan goed zijn dat hij dat misschien tekort komt. Je weet het niet. Magnesium staat er onder andere onbekend voor... het relaxen van de spieren, volgens mij, als ik het goed zeg. En misschien dat het helpt. Dat met zo'n randje rillerigheid eraf gaat. Nou is het ook gewoon wel erg fris. Het waait echt heel erg hard. Het is hartstikke koud. Het weer wisselt heel erg, want vorige week was er nog zon. En nu is het weer echt gewoon hardje winter, terwijl het echt net maart is. Dus hopelijk komt de lente er snel aan. Dan zal het allemaal weer wat meevallen. Maar het is nu ook echt maar 3 graden. Dus het is ook gewoon erg fris. Dus het is ook niet gek dat hij natuurlijk wel een beetje fris is. Maar het is wel heel irritant met rijden. Maar uiteindelijk had ik zijn focus gelukkig weer bij mij. En heb ik toch wel fijn kunnen rijden. Vooral de galop ging uiteindelijk best goed. Ik heb nog even het wijken flink geoefend. Want voor de crosswedstrijden moet ik gewoon een L1 proefje rijden waar natuurlijk dus wijken in voorkomt. En ik wil dat gewoon nog beter hebben, zodat we daar weer wat betere punten op kunnen scoren. Want hij kan wel wijken, alleen het is vaak gewoon nog niet goed zat. Ik ga nou even lekker uitstappen buiten. Een beetje een rondje om over het harde. Dat doe ik eigenlijk altijd als het in ieder geval niet regent. Dus ik pak zijn deken, die doe ik even op en dan gaan we buiten nog een rondje lopen. Dan krijgt hij lekker slobber. Ik voer hem in de winter de Fiberbeat bij, omdat hij best wel snel kan afvallen als het zo koud is. En nu het zeker dus wat kouder is en hij best wel weer wat harder moet werken, krijgt hij gewoon een lekkere volle bek. Volle schep. Dus die krijgt hij dadelijk lekker warm. Dus dat is zeker fijn met dit weer. Oh ja, en dus de bak is lekker gesleept, zoals je kan zien. Hij is wel nog nat. Het heeft gewoon best wel veel geregend. Maar hij is dus wel echt gewoon top, de bodem. Nou, hij is niet zwaar, hij zakt helemaal niet ver weg. Ja, ik ben heel blij mee dat hij weer is gesleept. Dan kan ik weer fatsoenlijk rijden. Want anders moet ik gewoon continu in het midden van de bak rijden. De hoefslag is gewoon veel te zwaar. En dan is het al zwaar genoeg om er gewoon doorheen te draven. Laat staan als hij moet aanspannen. Dus, maar het begint nou een beetje te regenen. Dus ik ga snel even lopen. En dan zijn we hopelijk nog, voordat het harder gaat regenen, weer terug op stal. Zo, het is vandaag alweer donderdagochtend. En ik ga straks een paard rijden. En hopelijk kan ik jullie daar ook mee naartoe nemen. Maar ik heb hier alle klusjes net al gedaan. Maar ik sta even Tommy helemaal te ontharen. Moet ik kijken hoeveel er al vanaf komt. En dat is echt nog maar van 1 kant de helft of zo. Tommy, wil je even mijn rits loslaten? Dank je. Maar ik wil even laten zien hoeveel haar er dus daadwerkelijk afkomt. Dat is echt niet normaal. Kijk, ik hoef maar 1 keer. Hier ben ik dan net al geweest. Dus hier valt het nou mee. Dan op zijn kont. Hier valt het ook mee. Hier ben ik net al een paar keer overheen geweest. Oh, kijk hier. Laat alles nog los. Dit is dus er net al vanaf gekomen. En dan hebben we aan de andere kant moet het dus nog zijn. En dan zit ik nog helemaal vies. Hij vindt het ook wel heel fijn hoor, dat ik dit doe. Tommy. En kijken hoeveel er van 1 klein stukje afkomt. Dat is echt niet normaal. Ik doe het nou met mijn linkerhand, dus het is super onhandig. Want ik ben niet zo handig met links. Kijk dit. Dat is echt ongelooflijk. Hoeveel er van afkomt. 1 klein stukje. Ik heb deze borstel trouwens een keer gekocht op Horse Event afgelopen jaar. Om dus te gebruiken voor het ontharen. Want het schijnt dus wel echt een heel fijn ding te zijn. Ik heb hem nou wel een paar keer gebruikt. Maar ik ben best wel blij met hoe dit ding werkt. Want het haalt echt wel heel veel haar weg. En ik hoef niet eens heel hard te duwen of zo. Dat is die, hoe heet dit? Het is van Excellent, dat merk. Ik denk dat veel mensen deze wel kennen. En ik vond hem in het roze wel leuk. Dus ik denk ik koop hem in het roze.
Wil je niet in mijn tenen bijten, Tommy? Ik zit nu in de auto en ik ben net teruggekomen van een les die ik net heb gegeven. Ik sta nu bij de balken en als je daar kan zien, heb ik daar even een hindernis neergezet met twee balken van 2,5 meter. Dus dan is het een soort van in uitje en dan moet in nu opletten. Alleen de bak is echt zo nat en het regent en ik heb helemaal geen zin. Maar ik moet, want we gaan zaterdag op die crosstraining en we hebben eigenlijk al 2 weken, of ja, voor zijn vakantie voor het laatst gesprongen. Dus dat is echt alweer veel te lang geleden. Dus hij moet even iets gesprongen hebben voordat we weer op crosstraining gaan. Dus ik heb hem op het droogste stuk neergezet en dan gaan we maar gewoon heel even kort rijden. Morgen even slingeren, maar ja, ik denk, ja, ik wil ook niet 2 dagen achter elkaar springen. Kan wel, maar het is al lang geleden dat hij heeft gesprongen, dus dan vind ik het belangrijk om eigenlijk even een dag ertussen te laten. Dus dat gaan we dan weer doen. Mijn jas is nu toch al nat. Ik weet niet of je het zult hier wel zien. Ik ben nu toch al nat geregend. Dus dan gaan we gewoon maar gelijk even door. En dan denk ik niet dat ik dit ook kan filmen voor jullie. Want ja, het wordt helemaal telefoon nat. En dat kan mijn telefoon natuurlijk niet tegen. Maar goed, we gaan even kijken. Hopelijk valt het allemaal mee en is het eigenlijk toch droog. Dus ik ga even snel terug naar huis rijden. En dan ga ik in de snel opzadelen en lekker even rijden in de regen. Zo, we zijn er terug en zoals je kan zien ben ik echt zeik en zeik nat. En ik weet niet of je het bij mijn broek kan zien, maar dit is nat en hier is het redelijk droog, maar kijk dat kleurverschil. Indu is ook natuurlijk wel nat bij zijn hals, maar ik had zo'n uitrijstapdeken, vliesdeken over zijn kont, waardoor zijn kont gewoon nog droog is. En waardoor hij dadelijk gewoon lekker zijn deken op kan, dus dat is fijn. Zijn hoofdje doe ik even af met een handdoek, want krijg ik daar koud. Maar één nadeel aan het weer is gewoon alles wordt smerig. Mijn laarzen zijn vies. Dus je kan zien. Alle spullen zijn smerig. Ik zal het even laten zien. Het is gewoon echt super irritant. Maar voordat ik de camera omdraai, heb ik wel echt een geniale tip voor dit weer. Geen enkele handschoen is waterdicht. Het kan wel zo zijn dat ze dat zeggen. Oh, deze handschoenen zijn lekker warm, waterdicht, bla bla bla. Iedere handschoen laat altijd water door. Ze zijn vaak waterafstotend. Maar bij zo'n bui zijn iedere handschoenen gewoon niet meer waterdicht. Maar wat je wel kan doen, is een plastic handschoentje. Deze is vrij dik, maar soms heb je nog van die iets dunnere. Gewoon over je standaard handschoenen. Ja, hier zit een gat in trouwens. Over je handschoenen heen aandoen. Want dan blijven je handschoenen en dus je handen ook gewoon droog. Dat is echt ideaal. Ik gebruik het best wel vaak. Dan worden je handschoenen en niet vies, maar dus ook gewoon niet nat. En dan hoef je ook nooit... Ja, deze kun je dus gewoon weggooien. En dan gebruik je de volgende keer gewoon nieuwe. En ja, het is gewoon echt super handig. En je krijgt geen koude handen, want dit laat eigenlijk bijna geen lucht door. Dus in de zomer is het natuurlijk super heet en heel benauwd, moet ik eerlijk zeggen. Maar in de winter is het ook gewoon best lekker warm. Dus hierbij de tip. Nou, ik ga nu even lekker afwerken. Even lekker dekentje op, krijg je nog lekker wat eten. Heeft hij wel verdiend, want de training ging, dat moest ik ook nog zeggen, de training ging super goed. Ik had een steltje, een heel laag steltje, ik denk 50 centimeter denk ik, zoiets, op de korte zijde neergezet. En daar nog 2 balken van 2,5 meter, dat hij echt op zijn kont door dat sprongetje heen moet. En hij was zo fijn vandaag. Ik heb ook echt maar een kwartier, 20 minuten gereden. Ook vanwege het weer, maar ook gewoon omdat hij dus zo fijn liep. Ik dacht, weet je, dan stoppen we ook gewoon eerder. Het was gewoon jammer dat ik dat niet op film heb, want hij was zo fijn. Dus ik hoop eigenlijk dat hij de zaterdag tijdens de crosstraining ook zo fijn is. Want hij ging gewoon heel mooi op zijn kont zitten. Hij bleef heel mooi wachten. En hij was gewoon echt heel fijn. Dus dat was echt super. Dat is ondanks het weer wel heel lekker kunnen rijden. Ik ben voor de rest dus klaar voor vandaag. Lekker opruimen. En dan om 4 uur word ik opgehaald om naar Indo Brabant te gaan. Dus ik ga opruimen en dan zie ik je straks. Gaan we kijken naar de Sonne Zeeman uit Nieuwe-Niedorp. Hier aan start met Lisa M. Met Rustal Kersten in het Limburgse Eckel.
En dan weet u het wel, hè? De tweede. Onder andere de winst in de twee sterren internationale. Er zijn twee, allebei barokke paarden. En ze hebben allebei Eline, kijk je bij Eline, want bij Eline zie je natuurlijk ook een achterbeen. Hè? Fries is een heel ander paard, maar wel een prachtig mooi front. Die loopt van nature al mooi bergop. En nou willen we graag dat achterbeen ook kleinere passen proberen te laten maken. Want dat is dan moeilijk als je dus hard naar voren rijdt, rij je van de achterbeen af. Goed, en nou nog kleiner, nou weer terug naar klein. En dat is ingewikkeld. Het is alweer vrijdagochtend en de paddock is echt saaik nat geregend. Dat gedeelte van Indu. Tommy's gedeelte is gelukkig wel droog. Wij zijn gisteravond dus bij Indo-Brabant geweest. Het was echt super gezellig met z'n vieren. Flink gelachen, dus dat is in ieder geval fijn. De show was echt super vet op het einde. Daar hebben jullie ook nog beelden van gezien. Ik heb even kijken. In het begin zijn we bij het springen gaan kijken. Want Maartje van Eventing Harley, het account. Ik denk dat heel veel mensen hem wel kennen. Ja, die heeft super goed gereden in de set. Het was echt super spannend. Omdat ik dacht van, oh, het zou zo leuk zijn als ze gewoon bijvoorbeeld weer in de prijzen valt. Of in ieder geval foutloos rondkomt. Nou, dat deed ze dus. En in de barrage was ze ook foutloos. En net niet snel genoeg voor een eerste of tweede prijs. Maar ze is uiteindelijk derde geworden. Dus dat is super leuk. En ik vind het altijd leuk om bij zo'n live event te zijn. Je voelt gewoon de spanning van die ruiters. Dus je gaat zelf meedoen. En dan denk je van, oh, dan valt er net een balk of zo. Bijvoorbeeld af en toe viel er een balk. Op de laatste hindernis, super zuur, want dan hebben ze al een super mooi rondje gemaakt. Daarna kwam het ZZ, hadden we nog een paar van gekeken. Tussendoor hadden we nog even gegeten, want er was toch pauze, we moesten het parcours nog ombouwen. En daarna, ja, toen de laatste was geweest, hebben we de barrage niet meer gekeken, maar zijn we richting de show gelopen. Zijn we eerst nog langs allemaal standjes gegaan en heb ik nog nieuwe sokken gekocht van Staphorst, want sokken komen altijd van pas en nou kun je ze altijd in de aanbieding kopen, dus dat heb ik gelijk gedaan. En wat ik heel leuk vond bij de show, hadden we eerst een show van Samantha Steenwijk met twee Friezen, zeg maar, die ging zingen. Ontzettend knap dat je kan zingen en paardrijden tegelijk. Ik doe het je niet na. Daarna was er een show met Tineke Bartel en die ging kleding rijden met Britt. En Britt had dan George mee en Johnny, als ik het goed zeg, die Fries van haar. Ook echt heel leuk om te zien. En daarnaast was het een super grappige show, want ja, Britt is gewoon... Ik had Britt nog nooit in het echt gezien. Ik zie natuurlijk de shows wel altijd voorbij komen. Maar het was wel echt gewoon heel grappig. En Tineke ook. En het andere meisje die op de Fries reed, ja, die reed hem ook heel fijn weg. Maar goed, dat was dus in ieder geval heel leuk om te zien. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe vast een blauw duimpje omhoog en dan zie ik je weer bij de volgende video. Doei!